Enkele weken geleden waren we op de Klim Hogeschool in Genk, waar heel wat talentvolle jongeren hun werk lieten zien. En vandaag zijn we in het VTI te Waregem, waar de iets jongere generatie ons ook hun beste kant laten zien. En de eerste opleiding waar we zijn aanbeland is mechanica. En Tom en Loïc staan hier naast mij en zij gaan mij iets meer vertellen over hun project. Tom? We zijn dus bezig met een schaakbord te maken. Op de machine loopt de pion van het schaakbord. Dat is hier zo'n pionnetje. In dit lokaal wordt met CAD/CAM de 3D-tekeningen gemaakt en die worden dan doorgestuurd naar de machines. Dat is de CNC-freesmachine, waarmee je kunt boeren, frezen en schroefdraad tappen. Dat is het. Het ziet er heel indrukwekkend uit. En wat is dat met een sponsmachine? Een sponsmachine, dat is je steekt hier een plaatje door en als je het dan daaraan trekt, want het is nu wel geverfd, gaat er niet aankomen, dan gaat dat een gaatje in je plaats maken. Dat kun je gebruiken voor een boring of een moer of een vijs in te steken. Buiten mechanica bestaat er ook zoiets als elektromechanica. En hier worden mechanische dingen logischerwijs elektrisch aangestuurd. En deze jongeman gaat mij wat meer vertellen over dit. Ja, dat is mijn eindwerk. Er wordt, zoals je ziet, mechanische componenten aangestuurd door lucht. Ja. En dat wordt dan ook aangestuurd door een PLC, dus elektrisch aangestuurd. Dat is een kleine computer. Daar kunnen programma's steken via de computer zelf. En dan stuurt dan via elektrische draden een ventiel aan. Ze hebben hier echt van alles op deze school. En nu staan we op de afdeling carrosserie. En Ahmed staat naast mij. En Ahmed, wat ga je hiermee doen met deze auto? Er zit een kras in en die gaan we proberen uit te polieren met een poliermachine. Oké, zo simpel is dat. Dit zijn Simon en Thomas, laatstejaarsstudenten sanitair. En dit is iets dat ze in elkaar gestoken hebben voor een scholenwedstrijd. Thomas, vertel daar eens meer over die scholenwedstrijd. De scholenwedstrijd is een wedstrijd tussen verschillende scholen. Iedere school krijgt dezelfde opdracht. En ze moeten dat zo goed mogelijk proberen te doen. En de opdracht is? Dat was twee wc's op regenwater, een lavabo op stadswater. En daar een kraantje, het warm water op stadswater en het koud water staat op regenwater. En dan ook de afvoer aan de andere kant en een brandhaspel dat je daar ziet, dat rood. En hoe lang ben je daaraan bezig geweest? Toch een paar maanden, maar 4 uurtjes per week werk ik me daar dan aan in de les sanitair. Ondertussen zitten we in het lokaal elektriciteit, een volledig nieuwe opleiding. En hier leren ze logisch denken en schakelingen maken. We zijn in het labo elektronische installatietechnieken en dit is Bert. En, ik heb eigenlijk totaal geen idee wat hij aan het doen is, maar het ziet er mij wel complex uit. Bert, wat is dit? Dat is een versterker dat we moeten maken, dus als eindwerk, zo gezegd. Voor muziek? Voor muziek. We mochten zelf ons eindwerk kiezen, dus ik heb daarvoor gekozen dat mij interesseert. Voor de moment ben ik eigenlijk mijn fout aan het zoeken. Want ik heb hem getest en hij begon te roken, dus het is niet echt een versterker. Oei, dat is niet zo goed waarschijnlijk als hij begint te roken. Nee, inderdaad, het is niet evident, maar nu ben ik mijn fout aan het zoeken. En voor de moment stak nergens, omdat... Dat is eerlijk. Ja, volgens het schema is het allemaal juist. Maar, dus ik kan nog een beetje moe zoeken. Oké, veel succes alvast. Dit waren de eerste twee opleidingen. We hebben honger, dus we gaan naar de kantine. Volgende keer zijn we weer met twee nieuwe opleidingen. Bouw- en houtkunde, of hout- en bouwkunde, en textiel.